De afgelopen jaren is er in Heteren hard gewerkt aan een geheel vernieuwde dorpskern. Nieuwe winkels, nieuwe voorzieningen, woningbouw en ga zo maar door. Het einde van dit grote project is in zicht en daarom staat het Hemelvaartweekend geheel in het teken van een vierdaags openingsfestival. Naast feestavonden, kerkdiensten, seniorenmiddagen en andere activiteiten is deze vrijdag de officiële opening van het Hart van Heteren. Vanavond gebeurt dat met een business event en een openingsfeest, maar vanochtend werden er alvast enkele onthullingen gedaan van nieuwe objecten. Zoals de verschillende kunstwerken van Roosje van Heteren die vorig jaar al geplaatst werden. Heel vaak. Kom op mensen, een beetje harder. Maar zo behoorlijk vrolijk waren wij tot nu nooit. Het nieuwe dorpshart van Heteren en de onthulde objecten moeten niet alleen de openbare ruimte aankleden, maar dienen ook voor een sociale functie. Ja, de bedoeling is eigenlijk dat als er even geen evenementen zijn in het dorp, we proberen dat er steeds meer te organiseren, maar als er even geen evenement is in het dorp en je bent hier op het plein, dan word je toch, is het toch levendig omdat er een fontein is en kunst is en ook het carillon klinkt. De levendigheid in een dorp. Het is heel erg belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een dorp als Heteren. En met een dorpskern als deze zie je gewoon dat mensen, en dat zie je vandaag ook, mensen ontmoeten elkaar, drinken even een kopje koffie, doen even een wandeling of gaan een hapje eten. En dat is wel fantastisch om te zien. Uiteindelijk zijn de betrokkenen blij met het eindresultaat van Hart van Heteren. Ook omdat het project door de bewoners zelf is bedacht. Juist omdat het leeft, het sprankelt, mensen ontmoeten elkaar, evenementen vinden erop plaats. En het allerbelangrijkste proces hoe daar te komen, dat het door bewoners is bedacht en ook vormgegeven en voor bewoners. Dat is het mooiste. En ook bij de gemeente Overbetuwe zijn ze te spreken over het dorpsproject. Ja, dat is gewoon een fantastisch project door inwoners van Heteren. Zij wilden zelf een hart van Heteren. Daarbij heeft de gemeente de uitdaging geaccepteerd om de inwoners en de dorpsraad ook de mogelijkheid te geven om dit hart van Heteren te creëren. Ja, en na nu een zestal jaren is er gewoon een fantastisch mooi nieuw plan neergezet met een carillon, met een fontein. Met een fantastische mooie kunstroute. Dus een prachtig mooi project. Een vast onderdeel van het openingsfestival is de dagelijkse kermis in het dorp. Op het nieuwe dorpsplein staan 12 attracties en daarmee is het meteen de grootste kermis die Heteren ooit heeft gehad. Een mooi moment om eens te kijken of de inwoners tevreden zijn over de nieuwe dorpskern. Kleurrijke lichtjes, vrolijke muziek, botsautootjes, suikerspinnen en bellenblaas. De kermis in Heteren is officieel van start. Er komen veel inwoners van Heteren op het openingsfestival af. Het hele weekend is er feest om de opening van Hart van Heteren te vieren. Ja, mooi. Goed dat we het hebben. Na zoveel jaar de wens gehad op een mooi centrum. Is dit een mooi tijdstip ervoor? Ik vind het wel leuk. Goed. Ja, leuk. Omdat er allemaal kinderen, vorig jaar was het er niet. En nu is het dan weer wel. En dat is gewoon gezellig met iedereen erbij. Hoi, het is heel mooi geworden. Fantastisch. Vrolijke sfeer, mooi weer. Iedereen vriendelijk en vrolijk. En een prachtig hart. Ik hoop dat het blijft kloppen. Ik vind die fontein heel leuk. En de kinderen vinden dat ook heel erg leuk. Ook omdat ze daar lekker doorheen kunnen rennen natuurlijk. En het carillon vind ik echt een heel leuk idee. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Ontzettend mooi. Ja, vinden wij top. Ja, we wonen hier nu 3 jaar en het is mooi bruisend. Lekker wat te doen, zeker. Ja. Schitterend mooi. Hebben we 20 jaar op gewacht. Ja, ik vind het best wel leuk en cool. Erg gezellig. En dat pakt goed uit. Prachtig. 20 jaar tegengehouden en wij vinden het gigantisch mooi en Heteren is goed op de kaart gezet.